Broeders en zusters, van harte welkom in onze zondagse eredienst. Kerst nadert, u ziet het. De kerstboom, speciaal voor de kinderen, die is weer helemaal veelkleurig opgetuigd. Na de dienst mag ik u uitnodigen voor een kop koffie in de tuinzaal. Voorganger vandaag mevrouw dominee Kwant uit Botengraven. Aan het orgel zit Martine van der Meijden. En lectrix is vandaag Marl van Gelder. U kunt vandaag nog inschrijven voor de kerstmaaltijd. Dat kan dus tot ongeveer 12 uur, maar later niet. We hopen dat er een heleboel komen. We hebben al een inschrijving van 22, dus er komt ook nog de dameskring bij. Dus we hopen op een mooie bijeenkomst op woensdagavond. We beginnen dan om 6 uur en de inloop is vanaf 5:30. Dan krijgen we volgende week, dan hebben we de kerstzangdienst, waarin voorgaat mevrouw dominee Verspuy uit Nijkerk. En dan beginnen we gewoon weer om 10 uur. En de kerstzangdienst is eigenlijk ingekleed dat we erg veel zingen en dat de meditatie wat ingekort wordt. Daarna, ik zal het hele rijtje maar even noemen, hebben we op zaterdag 24 december, 'smiddags om 3 uur, hebben we het kinderkerstfeest. Dus als u kleinkinderen heeft, of achterkleinkinderen, dan zijn ze allemaal van harte welkom. Maar geeft u dat even door aan de leiding van het kinderkerstfeest, in dit geval Yvonne van der Waal. We hopen zoveel mogelijk kinderen binnen te krijgen. Nou, en dan diezelfde dag, 's avonds om 10 uur, dan hebben we de kerstnachtdienst. En dan blijven we daarna ook nog even zitten voor een petit réveillon. Na het ontsteken van de kaarsen en een moment van bezinning beginnen we onze dienst met zingen van het eerste lied. Zoals aangegeven op het A4'tje wat u gekregen heeft. Dat krijgt u een paar weken lang, want we kunnen niet allemaal omdraaien en om te kijken naar de borden. We beginnen dan met 439, de versen 1, 2 en 3. Ik wens ons allen een mooie en zinvolle dienst toe. In mijn hart. Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met u te spreken en bij u mijn vreugde te vinden. Ik moet mijn stem niet verheffen om met u te praten. Al fluisterde ik heel zacht, gij hoort mij reeds, want gij zijt in mij. Ik draag u in mijn hart. Om u te zoeken heb ik geen vleugels nodig. Ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge gast.
Wij leven toe naar kerst en kijken uit naar vrede op aarde. En nu zijn wij gekomen op zoek naar de bron van het licht en de oorsprong van het leven, die wij God noemen. Door deze God wordt ons vrede beloofd, voor ons en voor de hele wereld, nu en altijd. Amen. Vandaag gaat het over stambomen. Van wie stam je af en wat heeft je voor een deel gemaakt tot degene die je bent? In de aanloop naar kerst lezen we uit het evangelie volgens Matthäus. En hij begint zijn evangelie met een stamboom van Jezus. En zo op het oog een saaie lijst met namen. En we gaan straks ook alleen het eerste deel ervan lezen en het slot. Maar als je wat beter kijkt, dan blijkt de eentonigheid van die lijst hier en daar onderbroken te worden. En dat is niet zomaar. En het is veelzeggend. Matthäus heeft er een boodschap mee. We zingen nu lied 438, couplet 1 tot en met 4. God lof, nu is gekomen, Gods aangename tijd.
Laten we nu bidden vanwege de nood van heel Gods wereld. Goede God, wij bidden voor deze mooie wereld, waar te veel plekken zijn waar ontluistering door oorlog, geweld en corruptie alles verwoest wat Gij ons hebt geschonken. Waar het moeilijk is om nog tekens van gerechtigheid en vrede te zien. Wij bidden voor de mensen die er wonen, die met weinig of geen respect en mededogen bejegend worden, die leven in voortdurende angst voor geweld en dood. Wij belijden onze zelfzucht en onze onwil om te luisteren naar de roep van de armen en de roep van de aarde. Ontferm u. Wij belijden dat we zo met onszelf zijn bezig geweest, dat we vergeten zijn om dankbaar te zijn voor alle gaven van de natuur. En dat we vanuit ons beperkte zicht op de wereld niet naar de toekomst hebben kunnen kijken. En zo werden verhinderd om aan onze kinderen een schone en vruchtbare aarde na te laten. Daarom bidden wij om ontferming. Breng ons naar een verandering van ons leven en van de kerk. Dat we leven in eerbied voor uw glorie in uw schepping. Amen. Wij kunnen onze nood en de nood van de wereld hier neerleggen en blijven geloven in goedheid, liefde en trouw. En in de adventstijd zingen we geen Gloria-lied, maar een lied van verwachting. Lied 445, couplet 1 tot en met 4. De nacht is haast ten einde.
eerste lezing is vanmorgen uit het Evangelie volgens Matthäus. Matthäus 1, vers 1 tot 7 en vers 16 en 17. En daarna zingen we lied 527, couplet 1 tot en met 3, uit uw hemel zonder grenzen. Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Abraham was de vader van Isaac. Isaac was de vader van Jacob. Jacob was de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Serach. Hun moeder was Tamar. Peres was de vader van Gesron. Gesron was de vader van Aram. Aram was de vader van Aminadab. Aminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon. Salmon was de vader van Boas. De moeder van Boas was Rahab. Boas was de vader van Obed. De moeder van Obed was Rut. Obed was de vader van Isaï. Isaï was de vader van koning David. David was de vader van Salomo. De moeder van Salomo was Bathseba, de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam. Rechabeam was de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf. Jacob was de vader van Jozef. Jozef was de man van Maria. En Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd. Van Abraham tot David waren er 14 generaties. Van David tot Jechonja waren er ook 14 generaties. En van Jechonja tot Christus waren er nog eens 14 generaties. De tweede lezing is een adventsgedicht en daarna zingen we nog couplet 4 en 5 van lied 527. Hoe somber ook de dagen en hoe krom de wegen van de mensheid, toch is er altijd hoop die wil ontkiemen. Als wij zelf opmerkzaam blijven voor het goede, dat waar dan ook verschijnt. Als wij telkens deuren openhouden voor wie onverwacht voorbij komt. Als wij ons zonder zekerheden durven toevertrouwen aan het leven. Verwachting leert een mens ruimte te scheppen voor wat nog niet is. En zelfs moedergrond te worden voor een nieuwe tijd. Oh,
Lieve gemeente, we hebben zojuist een stukje uit het evangelie volgens Matthäus gelezen over de afkomst van Jezus. En het is de inleiding op het kerstverhaal zoals Matthäus dat geeft. Een bijzondere inleiding, want deze bestaat uit een droge opsomming van namen. De eerste was de vader van nummer 2 en die weer van nummer 3 enzovoort. Volstrekt niet interessant, zo op het eerste gezicht. Allemaal namen van mannen die vader werden. Maar er zijn een aantal bijzonderheden die opvallen en waarmee Matthäus iets wil vertellen. En allereerst wordt Jezus niet aangekondigd als een Jood, afkomstig uit Nazareth in Galilea, maar als een zoon van David en een zoon van Abraham. Nu is natuurlijk iedere Jood een zoon of dochter van Abraham, maar niet iedere Jood is een zoon of dochter van David. Dat is alleen voorbehouden aan de Messias, de gezalfde. Degene die het volk Israël zou redden uit de macht van hun vijanden en waar men op hoopte dat hij zou komen. Alleen deze Messias wordt zoon van David genoemd. En vanaf het begin van zijn evangelie laat Matthäus zo duidelijk merken dat hij in Jezus van Nazareth de Messias heeft herkend. En deze Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij staat niet op zichzelf. Maar hij staat in een lange traditie. En dat wil Matthäus aantonen met die uitgebreide stamboom. Maar hij is niet in de archieven van de burgerlijke stand gedoken om precies die stamboom uit te pluizen en alle voorouders netjes op een rij te zetten en te noemen. Matthäus ging te raden bij het Oude Testament, de Tenach, de Joodse Bijbel. En daarom moet je dat eerste hoofdstuk van Matthäus ook niet lezen als een precieze stamboom van Jezus, maar meer als een overzicht en een samenvatting van het verhaal van het volk Israël. Zo begint de Bijbel met het boek Genesis, waarin net zoals hier in Matthäus ook een heleboel stambomen staan. En in Genesis wordt op deze manier de historie verteld. De geschiedenis, het ontstaan van hemel en aarde, gevolgd door de geschiedenis van Adam, de mensheid. De opeenvolgende generaties die samen de geschiedenis vormen. En binnen dat grote kader van de geschiedenis van de mensheid wordt dan het verhaal en de lotgevallen van Israël verteld. Abraham, Isaac, Jacob, Juda enzovoort. Er is nog meer dat opvalt in deze stamboom bij Matthäus. Niet alleen maakt Matthäus het niet mooier dan het is, maar ook laat hij alle oneffenheden die er zijn duidelijk zien. Noemt die bij de naam. Een aantal jaar geleden hebben wij thuis op het internet eens opgezocht of we onze eigen stamboom konden vinden. En bij die zoektocht kwamen we erachter dat mijn grootouders een voorkind hadden gehad. Een kind voordat ze getrouwd waren. Wij waren daar verbaasd over, want u begrijpt dat dit in de familie nooit verteld is. Dit soort dingen hield je vroeger liever geheim, onder het mom van alleen maar nette mensen. Maar dit geldt niet voor Matthäus. Hij noemt de voorouders van Jezus bij naam en toenaam. Want in die grote mannenstamboom komen ook een paar vrouwen voor. Vrouwen met een bijzonder verhaal. Een verhaal
dat ook heel veel zegt over de betrokken mannen. Want het zijn niet de aartsmoeders, Sarah, Rebecca, Lea en Rachel die genoemd worden. Maar het gaat om Tamar, Rahab, Rut en Bathsheba. Vrouwen met een wat afwijkend verhaal. De eerste is Tamar, de moeder van Peres en Zerach. En hun vader was Juda, de vierde zoon van Jacob. En hier wordt dus niet de oudste zoon van Jacob genoemd, Ruben, maar de vierde, Juda. En waarom dat zo is, dat is een verhaal apart. In die grote verhalen van ontregelde families, zoals die in de Bijbel verteld worden. Maar wat we er wel uit kunnen leren, is dat het vaak niet gaat zoals we van tevoren gedacht hadden. Het eerstgeboorterecht wordt verspeeld. En het leven gaat dan anders dan je eigenlijk had gedacht. En dan sta je soms plotseling met lege handen. De eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. Zo kan dat gaan. Juda, nummer 4, wordt de aanvoerder van de zonen van Jacob. En hij heeft 3 zonen, waarvan de oudste met Tamar trouwt. Zij wordt de schoondochter van Juda. Maar deze zoon wordt gedood. En vanwege het zwagerhuwelijk trouwde toen zoon nummer 2 met Tamar. Maar deze wil geen kinderen bij haar verwekken, waarna ook hij sterft. En zo blijft Tamar kinderloos achter. En dat betekende in die tijd een economische ramp. Want een kind, een zoon, was een oude dagvoorziening. En dan wordt Tamar door Juda vergeten. Want hij wil haar niet zoon nummer 3 ook nog tot echtgenoot geven, uit angst dat hij ook zal sterven. Maar zij komt op voor haar recht om een kind, een zoon te krijgen. En ze gaat haar recht halen. De moraal moet wijken voor haar recht. Tamar verleidt haar schoonvader. Als hoer verkleed, onherkenbaar, heeft ze gemeenschap met Juda, waarna er een tweeling wordt geboren. Peres en Zerach, niet 1, maar 2 zonen. Tamar heeft haar recht gekregen. Het is een weinig verheven geschiedenis. Tamar moet alle trucs uit de kast halen om aan haar recht te komen. Het is een verhaal over bastaard, kinderen en vreemdgaan. En zoals ik al zei, wij praten daar doorgaans niet zo openlijk over, want zo hoort het toch eigenlijk niet. Maar in de Bijbel wordt dit allemaal onder ogen gezien en genoemd. En dit is wat in de Bijbel het vlees wordt genoemd. En uit dit vlees, zo leert het Matthäus-evangelie ons, wordt de Messias verwekt. En iets dergelijks speelt ook bij Rahab. Zij zit achter een raam op de wallen van Jericho. En zij helpt de 2 spionnen van Israël door hen te verstoppen voor hun achtervolgers. En daardoor wordt uiteindelijk haar huis en alle mensen die erin zijn gespaard bij de verovering van Jericho. En een andere vrouw in de rij is Bathsheba, de vrouw van Uria. We zitten nu in de tijd van de grote koning David. Hij houdt van vrouwen. En op een dag valt zijn oog op haar. Hij laat haar halen en ze wordt zwanger. Haar man Uria vecht aan het front en hij kan haar dus niet zwanger gemaakt hebben. Maar het moet er wel op lijken. Uria mag een avond naar zijn vrouw, maar hij is solidair met zijn wapenbroeders en blijft in de kazerne. En dus wordt hij listig uit de weg geruimd door hem op het slagveld vooraan te plaatsen waar hij omkomt. En zo komt Bathsheba in het paleis terecht. En zij wordt later de moeder van Salomo. Dus het koningshuis van David, die prachtige dynastie waaruit later de Messias geboren zal worden, die wordt gevestigd in moord. Gevestigd in een vrouw die niet wordt gevraagd, maar die wordt genomen. En om dit te onderstrepen wordt zij in de lijst van Matthäus ook niet bij haar naam genoemd, maar aangeduid als de vrouw van Uria. De Bijbel in gewone taal die wij gelezen hebben, zet haar naam er trouwens wel bij, maar
Matthäus deed dit dus niet. En de vierde vrouw die genoemd werd is Rut. Enkele generaties eerder. En zij heeft het beter getroffen. Net als bij Tamar is hier ook sprake van een zwagerhuwelijk. Want Rut is na de dood van haar man achtergebleven zonder zoon. Haar zwager Boas vervult wel zijn plicht. En zo wordt zij de overgrootmoeder van David. En dat terwijl zij een buitenlandse was. Afkomstig uit Moab, een gehaat buurland. Stel je voor, een buitenlandse die jarenlang in armoede had geleefd, wordt een van de stammoeders in het huis van David. En zo beschrijft deze stamboom die Matthäus heeft opgeschreven wel een heel bijzondere afstamming van Jezus. En het is niet een feitelijke opsomming van wie nu precies de voorvader en de voormoeder van hem geweest is. Want dat is niet waar het Matthäus om gaat. Het gaat erom te laten zien dat Jezus als heel gewoon mens was gekomen met een hele gewone afstamming van mensen die niets menselijks vreemd was. Hij was niet een kind uit een geweldige en keurige familie. Mensen die nooit een misstap gingen, hoog en boven ons verheven. Maar hij was een afstammeling van mensen die wisten hoe het leven in elkaar stak. Met alle moeite en troubles die er zijn en waar nog wel eens het een en ander fout ging in de relaties. Vlees geworden, zegt de evangelist Johannes. Echt mens. Zodat hij ook heel dicht bij echte, gewone mensen kon zijn. En helemaal hun leven kon delen. Het spannendste van deze stamboom komt natuurlijk aan het einde. Als er staat, Jozef was de man van Maria en Maria was de moeder van Jezus. Deze hele rij met afstammingen komt uiteindelijk bij Jozef uit. En die blijkt dan geen enkele rol te spelen, want hij was slechts de man van Maria. Een eeuwenlange keten van verwekkingen wordt opeens radicaal doorbroken. Als verwekker speelt Jozef geen rol. Maria, vertelt Matthäus even verderop in het hoofdstuk, was zwanger geworden door de Heilige Geest. En wat wil Matthäus ons hiermee vertellen? De boodschap van de evangelist is dat de Messias niet door een man wordt verwekt, maar van Gods wegen. En daar bedoelt hij mee door de geest en de kracht van Gods woord, de Bijbel, Torah en profeten. Vanuit die geestkracht wordt de Messias geboren. En de Messias is een kind van Israëls geschiedenis, met alle mooie en lelijke dingen die erin waren. Dat is de boodschap van deze afstammingslijst. Eeuwen geleden hebben theologen hier het etiket maagdelijke geboorte opgeplakt. En het werd vaak gebruikt om elkaar de maat te nemen. Als je dat geloofde, was het goed. En geloofde je dat niet meer, waar bleef je dan? Maar op zich is de term maagdelijke geboorte helemaal niet zo verkeerd. Want hij is prachtig en diepzinnig tegelijk. Zolang we ons tenminste niet verliezen in speculaties over allerlei biologische details. Want dan missen we precies wat Matthäus ons wil verkondigen. Dat de Messias er een is van God. Uit Gods geest geboren. Een kind dat sprekend op zijn vader lijkt. En dat is de inleiding van Matthäus op het kerstverhaal. Er gaat een kind geboren worden dat op God lijkt. En afkomstig is uit een hele gewone familie waar dingen wel eens fout liepen. Een mens zoals wij. En dat kunnen we vieren. Amen.
Laten we nu onze voorbeden bidden. Goede God, wij danken u dat wij ons niet hoeven te schamen voor onze afstamming, onze ouders en voorouders. Het evangelie vertelt dat Jezus, uw mens bij uitstek, ook afstamt van gewone mensen, met al de mooie en lelijke dingen die er in een mensenleven zijn. Dat we elkaar en onszelf niet hoeven af te rekenen op onze afkomst, maar de mens mogen zijn die we zijn. Wij danken u dat we binnenkort weer kerst mogen vieren. Toeleven naar licht in de wereld en naar vrede op aarde. Ook al lijkt het er nog helemaal niet op in de wereld waarin wij leven. Elke dag is een nieuwe dag die hoop brengt. En elke dag kunnen we opnieuw beginnen er naartoe te leven. Voor allen die het moeilijk hebben willen we bidden. Die verdriet hebben omdat ze iemand hebben verloren. Juist deze dagen kunnen dan zwaar zijn omdat het gemis zo wordt gevoeld. Wij bidden om de kracht van uw nabijheid en dat we elkaar in deze tijd niet vergeten. Voor alle zieken, voor de mantelzorgers, voor allen die zorgen hebben over hun gezondheid, over hun kinderen, over hoe het verder moet in het leven. Gij weet waar wij 's nachts van wakker liggen. Wend uw ogen tot ieder van ons en hoor ons in de stilte. En hoor ons als wij bidden zoals Jezus geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven worden nu ingezameld en daarna zingen we ons stortlied. Lied 440, couplet 1, 2 en 4. Thank you.
Gaat heen in vrede, met hoop in uw hart, in de verwachting van het licht dat zal komen in de duisternis. Zegen, ontferming en vrede zal over u neerdalen. God zal u zegenen en u de kracht geven op zijn weg te gaan.